kijkers van de Online Garage. Het is zaterdagavond en op zaterdagavond is er wel eens een car meet in Rotterdam bij de KPN-toren, geloof ik dat het heet. Er is niks over te vinden op het internet en het is alleen maar een beetje van een groep mensen die een beetje weten dat het er is. Dus het is helemaal niet zo bekend. Ik ben al een aantal keer geweest. Het is al een hele tijd geleden dat ik ben geweest, dus misschien is het nu al weg, de car meet. Want ja, er is geen enkele Facebook-pagina of zo waar je het kan terugvinden. Ik ben met de MX-5, ik ben al in Rotterdam, maar nog even een stukje verderop, want ik moest nog even tanken. Ik heb een aanpassing gedaan aan mijn two-step en ik denk dat jullie het wel gaaf vinden, want jullie vinden al dat soort dingen altijd wel gaaf. Dat weet ik, want die views gaan altijd goed. Dus ik ga even de nieuwe two-step laten horen, want ik heb een beetje met de instellingen lopen klooien, totdat ik het leuk vond klinken en wel geinig vond om mensen mee te irriteren. Dus we gaan even naar buiten. Zo, het is een mooie dag, het is een zonsondergang. Oh, die is al ergens onder of achter de containers of zo. Maakt allemaal niet uit. We zijn geen, weet ik veel, beautykanaal of zo. Dus dan kunnen we wel even die camera hier zo neerknallen. En dan zullen we het even zien. Dat wel genoeg was om iedereen te laten denken dat hier een schietpartij aan de gang is. Vlammetjes, geen idee, die zie ik pas als ik het edit. Misschien zijn ze het wel niet, dan moeten jullie niet teleurgesteld zijn. Want mijn demper zit erop, ik heb ook nog een straightpipe die ik er zo op kan bouten. Dat doe ik misschien nog wel in een andere video. Yo, de car meet, jongens, waar is hij? Bro, wie heeft de car meet gestolen? Oké, dat is best wel raar. Oké. Een aantal weken terug was hier nog elke week een car meet. Waar is hij nu? Dit is de KPN-toren in Rotterdam. En hier zou een car meet moeten zijn, want die was er een tijdje terug. Was hij hier elk weekend op zaterdagavond en het is nu zaterdagavond. Dus waar is de car meet? Ik heb geen idee. Uiteindelijk heb ik toch een car meet gevonden, wel 2 weken later ongeveer. Die wel bestaat en die wel actief is. En het is Go Japan, wel veel grotere car meet dan waar ik origineel naartoe zou gaan. Mijn auto staat daar met de motorkap open, moet natuurlijk flexen. Er zijn vast mensen die betere video's kunnen maken van een car meet, want ik ben geen carspotter ofzo. Ik film het liever als ik werk aan mijn auto. Natuurlijk ook niet als een gekke vlogger de hele tijd mezelf lopen filmen. Laat wel wat auto's zien, ik zeg wat bij. Als die mensen niet doorheen schreeuwen. Oeh, dry ice, stingers, blaster, dat is wel echt vet. Een aantal jaar geleden ging ik wel eens naar car meets en dan ging ik echt vette b-roll maken. En dan ging ik echt mijn best doen met muziek erbij. Veel te harde muziek naar mijn mening. Dat was, als ik nu terugkijk, dan cringe ik een beetje. Maar er zijn in Nederland best wel wat vette auto's. Er zijn ook wel wat minder vette auto's. Maar als ik dit zo zie, ben ik toch wel trots op Nederland dat we best wel wat vette auto's hebben. Ik heb al een aantal rondjes gelopen hier. Het is allemaal best wel mooi. Het is wel cool. Shout-out naar alle mensen die mij even aanspreken voor een kort praatje. Of om even over de MX-5 te praten. Ik heb net even bij mijn auto gestaan met mensen gesproken die mijn video's kijken. Het is wel geinig om mensen te spreken die ik niet ken, maar mij wel ken omdat ze elke week mijn video's kijken. Shoutout naar jullie. Kan iemand mij vertellen wat voor gekke turbo dit is? Het lijkt alsof er een riem aan vast zit of zo. Ik snap het niet zo goed. Beetje herrie maken hoort er natuurlijk ook bij. Deze Subaru heb ik mijn achterlichten van gekocht. Toen ik de nieuwe achterlichten haalde, die kwamen van deze af. Oh, vet kleurtje dit hoor. Hij kan ook gewoon zo een beetje een rondje gaan lopen en jullie alles een beetje laten zien. Dan hoeven jullie voor het er zelf niet meer naar car meet. Zo, het is al een lange tijd sinds weer echt zo'n grote car meet is geweest. Volgens mij is Go Japan, dit evenement, is georganiseerd door 402 Automotive. Ik weet niet of dat allemaal klopt wat ik zeg. Oh, dit is trouwens ook echt een dik ding. Die vind ik echt nice. Al die evenementen waren natuurlijk allemaal gecanceld. Afgelopen maanden, jaren zelfs. Dit is alweer echt een vet evenement. Nu ik al die auto's weer zo zie in Nederland, heb ik echt zin om een nieuwe serie te starten. Binnenkort meer informatie, maar het lijkt me vet om wat auto's van jullie te showen op YouTube. En dan niet zoals dit op een car meet, maar gewoon 1-op-1. Binnenkort meer informatie, lijkt me echt leuk. Hier staat de Supra Gang. De meest
Ik denk dat dit misschien wel het duurste stukje van de hele car meet is. Ik vind dit altijd een hele vette kleur voor de Supra. Donkerbruin, heeft vast zijn naam die kleur, maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Net de MR2 van een klasgenoot van me, oud-klasgenoot. Heeft hij allemaal wel netjes gedaan, die heeft een ander blok geswapt. Dat het precies is weet ik niet, maar er zit een mooie Lotus cover op. Toen ik hier kwam, toen wist ik nog niet eens dat het museum open was. Maar ik leerde Devin hier kennen, dat is een vriend van een vriend van me. En die heeft een mooie Lexus. Ik zal zijn Instagram anders wel even shout-outen. En die vertelde me dat het museum open was, dus toen zijn we daar even bezig kijken. Dat was op zich wel vet, maar ja, niet voor deze video denk ik. Hé, hey, nog een MX-5. Kijk, je kan gewoon zomaar door blijven lopen en dan zie je MX-5 naar MX-5. ITB's zijn ook echt wel vet hoor. Echt vet. Maar een hoop moeilijkheden met tuning is het. Dat je niet mooi een map kan pakken. Manifold pressure, want je hebt geen manifold. En met turbo heb je natuurlijk veel makkelijker meer vermogen, maar dit klinkt natuurlijk veel beter. Het was een hartstikke leuke meet. Het zal wel weer tijd om naar huis te gaan, want het wordt een beetje warm en ik ben dom geweest. Ik heb lange mouwen aan en ik heb dorst en het drinken is hier duur, dus ik wil gewoon thuis drinken, veel goedkoper. Cheapo,